is een aangeboren passie, want ik ben daar niet door iemand in gepusht of zo. Dat is gewoon puur de natuur die mij altijd weer grijpt. Als ik hier aan de Maas kom, ben ik daar volledig door gegrepen eigenlijk. Chris van Looy is ecoloog. Hij onderzoekt vooral de wisselwerking tussen planten, dieren en hun natuurlijke omgeving. Al 30 jaar houdt hij voor het project Maas in Beeld in de gaten hoe bepaalde soorten het doen in het rivierpark Maasvallei. En dat doen we door in de terreinen te gaan kijken naar de typische soorten van het riviergebied. En die gaan we specifiek opzoeken en dan gaan we die tellen. Dan gaan we echt aanduiden op kaart. Hier staan zoveel plantjes van veldsalie. 10 jaar later komen we terug en dan gaan we zien of dat die daar nog staan. Of dat er die populaties groter geworden zijn. En zo kunnen we dus eigenlijk gaan zeggen hoe die natuur ontwikkelt en welke factoren daarbij spelen. Het is wel een heel intensief geheel, want je wil ook wel de hele gebieden karteren. Dus je moet echt wel elk hoekje van het gebied doorkruisen. En daar staan soms bramen en netels en dergelijke. Ja. Ja, Chris heeft er veel voor over. En dat komt omdat hij weet dat deze natuur zoveel potentie heeft. Zelfs als het met grote uitdagingen geconfronteerd wordt. Zoals het hoogwater van de zomer van 2021. Toen traden verschillende rivieren in Wallonië buiten hun oevers, met immense schade en dodelijke slachtoffers tot gevolg. En ook hier, in het rivierpark Maasvallei, was de impact groot. Met het hoogwater kwamen er grote hoeveelheden zand en grind in het gebied, ook bomen en dergelijke. En daarnaast eigenlijk ook vanuit de dorpen in Wallonië ijskasten met de etensresten er nog in, dus heel schrijnende zaken. En ook voor de natuur was het eigenlijk heel heftig, want planten werden overspoeld, de nesten werden weggespoeld en zo. Maar het goede was dat er onmiddellijk ook nieuwe ontwikkelingen in gang werden gezet. En dankzij die nieuwe natuur hebben ook de dorpen hier de voeten droog kunnen houden, want met het rivierherstel hebben we gezorgd met die nieuwe natuur dat er een buffer is voor het hoge water op te vangen en kunnen we dus op duurzame manier hier in het rivierpark Maasvallei de hoogwaters aan voor de dorpen als wel voor die nieuwe natuurontwikkeling. Amper een jaar na het hoogwater staken nieuwe plantensoorten de kop op en bleken overspoelde soorten hun weg te hebben teruggevonden naar het rivierpark Maasvallei, dankzij bijzondere overlevingsstrategieën. En zo zien we dus dat er soorten zijn die bijvoorbeeld gaan vluchten naar hogere plaatsen of sommige soorten net gaan profiteren van het aangevoerde sediment van de rivier of van het kalkrijke water om zich te gaan uitbreiden binnen de gebieden. Dus zo zien we die typische riviernatuur, dat die heel weerbaar is voor hoogwater. En het is die weerbaarheid die Chris bewondert en vooral inspirerend vindt. Ook voor de mens. De kracht van die natuur, dat is iets dat ons ook kracht moet kunnen geven. Want op zich, die natuur langs die rivier, hoe die zo snel zich kan herstellen en hoe mooi dat die kan zijn, dat geeft ons ook een idee van hoe weerbaar we in tijden zijn, waar dat er toch heel veel problemen zijn, ook van hoogwaters, van klimaatverandering. En dan krijg je zo'n rust en zo'n sterkte van natuur die ons ook kan sterken. Ja.